Hallo allemaal en welkom bij weer een gloednieuwe editie van de Zoveelste Quiz. Deze keer gaan we het over reality televisie hebben. Wil je geen enkele quiz meer missen, druk dan snel op de abonneerknop hier beneden. En dan gaan we nu door naar de uitleg. Er komen in deze quiz 20 vragen over verschillende reality tv programma's voorbij. De antwoorden komen meteen na iedere vraag. Probeer zoveel mogelijk goed te hebben en deze score in de reacties. Of speel deze quiz met vrienden en neem het tegen elkaar op. Wil ik alleen nog maar zeggen, heel erg veel succes. En dan gaan we meteen door naar vraag nummer 1. Wat is de volledige naam van deze bekende realityster? Dit is Barbie, oftewel Samantha de Jong. Dan vraag 2. Je hoort nu een intro van een realityprogramma, maar van welke? En het antwoord is de familie Gillis. Dan vraag 3. Je kent deze personen waarschijnlijk wel, maar door welk programma zijn ze echt bekend geworden? Dat was het realityprogramma Starmaker. Dan vraag 4. Van welk programma zie je hier een fragment? Wat heb ik gekregen voor vader, dat knietje? Een sms. Ah, oh, wauw. Je hebt er niet eens op geantwoord. Van de lijn een duim. Van hem kwam hem nog op een moment dat ik dacht, ah, hij weet het. Bij Marie kwam het op een moment dat ze het op de radio en zo overal begonnen te zeggen. Dat ze wakker geschoten is en zei, oh, die vader dacht. Yes, en dit is het programma De Verhulsjes. Dan vraag 5. Door welk programma is Michelle Cox bekend geworden? Is het A. Echte Meisjes in de Jungle, B. De Slechtste Chauffeur van Nederland, C. Dames in de Dop of D. Shopping Queens VIPs? En het antwoord is C, Dames in de Dop. Dan vraag 6. Van welk programma waren onder andere deze deelnemers ook winnaars? Ja, dit zijn Jill, Bart en Bart van Big Brother. Dan vraag 7. Van welk programma is dit fragment? Now we're gonna say something. I like horses. I don't fuck them, eh? Horses. Zit er aan. I don't fuck horses in plaats van breeding horses. You have guys, they fuck horses. I don't fuck horses. Toch niet op die zuur, manneke. Ja, en dit is van het programma Expeditie Joris. Vraag 8. Van welk programma waren onder andere deze deelnemers ook winnaars? Dat is Expeditie Robinson. Vraag 9. In welk programma zag je onder andere deze deelnemers de boel saboteren? Dit is van De Verraders. Vraag 10. Je hoort nu een intro van een realityprogramma, maar van welke? Laat het eind van de zomer maar komen. Ik heb mijn dromen. En dit is De Zomer Voorbij. Vraag 11. Wie presenteerde de eerste 5 seizoenen van Wie is de Mol?
en dit was Angela Groothuizen. Dan vraag 12. En van welk programma is dit fragment? En het antwoord is Temptation Island. Vraag 13. Van welke real life soap ken je deze mensen? Dat is van de Pfaffs. Vraag 14. Door welk programma zag je de familie Meiland voor het eerst op tv? Is het A. Het Roerom, B. Ik Vertrek, C. Wij Immigreren of D. Chateau Meiland? En het antwoord is B. Ik Vertrek. Dan vraag 15. Van welk programma was deze reclame? In Parijs zie je de ene mooie Française en de andere, maar hier op het platteland, dat heb ik niet gezien. Naar iemand die ook de handen uit de mouwen wil steken. We moeten in het begin hard aan het werk. Vinden ze die ene ware liefde? Ik ben gewoon heel nieuwsgierig of de man erbij zit. Die over de grens durft te kijken. Ja, en dit is van Back and Breakfast vol liefde. Vraag 16. Welke real life ster zit achter dit liedje? Ik heb saaf en een check. Ik heb kleding op mijn rek. Alles die zijn er, alles die zijn er, alles die zijn er, alles die zijn er. En ik zie dat je haat op de cloud die ik heb. Alles die zijn er, alles die zijn er. Yes, en dit liedje is van Fabiola. Vraag 17. Uit welk programma kennen we deze groep mensen? En dan gaan we iets verder terug in de tijd, want deze groep mensen is van de bus. Vraag 18. Wie van deze mensen moest het programma vroegtijdig verlaten? En het antwoord is Tatjana, oftewel Tijgertje. Zij moest het programma verlaten omdat ze echt met iedereen ruzie kreeg en ook een heel erg slecht verleden had. Dan vraag 19. Hoe heten de twee mensen voor een auto? Ik zoek voor- en achternamen. Aborteerd. Heb je ook aborteerd? Sorry? Aborteerd, heb je dat ook? Aborteerd? Dat is een appel. Appeltaart. De appeltaart? Ja, heb je die ook? Die hebben we niet. Oh, jammer. Donuts? Ik heb er nog iets. Heb je donuts? Yes, en dit zijn Melissa Chauvelli en Andy van der Meijden. Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag. Vraag 20. Je hoort een intro van een realityprogramma, maar van welke? Ja, en die intro is van De Gouden Kooi. Dames en heren, jongens en meisjes, heel erg bedankt voor het meespelen. Vergeet niet even op dat duimpje omhoog te klikken, je score achter te laten en te abonneren voor meer quizzen. Dan zie ik jullie graag een volgende keer. Bye bye!